uitbraak van India. Daarmee verricht scorend werk. En raakt een bal met een stick. Dat is de essentie van hockey. Deo ziet daar een overtreding in. Van Wijk. Goed opgelet door Van der Weijden. Achter hem stond een legertje van die lichtblauwe. Toen India ooit eens werd gevraagd naar de kleur van het reserveshirt, antwoordde de manager doodleuk: India always play yacht blue. Oftewel, India speelt altijd in het lichtblauw. Wij hebben geen reserveshirt. Rias. Samir Dat. Van Wijk. De Nooier. Buma is helemaal voorin, maar te ver voor de Nooier. Van Wijk was overgestoken. Chauhan verlegt het spel. Harbhajan Singh en Devinder Kumar. Die komt nog redelijk de cirkel binnen. De Nooier. Vrije slag voor India. Rap genomen. Onmiddellijk weer die vijf spitsen naar het front. Brinkman. Helemaal alleen aan de andere kant is Klein Gebbink. Wie krijgt hem daar? De Nooier misschien. En die kiest voor Van Wijk. Slim doorgelopen van de Nooier. Daardoor de vrije slag. Klein Gebbink was al. En die neemt hem hoog aan en probeert hem dan door te tikken. Hij wipt hem zelf omhoog. Want dit is een gewone doelpoging. Adel zag er gevaarlijk spel in. Rias. Aldrin. Nog een minuut of acht is er te spelen. Nog een minuut of acht. Duurt het WK van India. Want weer is er geen plaats bij de laatste vier. Of Duitsland en Nederland moeten enorme fouten gaan maken. We hadden weer hoop vorig jaar na de tweede plaats van de junioren bij het wereldkampioenschap. Maar die hoop gaat hier misschien definitief de grond in als het 5-0 wordt. Ja, Remco van Wijk pakt zijn verdiende doelpunt mee. Hij was een plaag voor de verdediging. De Nooier, Van der Weijden, veel bij de aanval betrokken. En in het lege doel Remco van Wijk. Zonder pardon. Zonder medelijden gaat India eraan. 5-0. Mukesh Kumar. En de corner. Veen is inmiddels gewisseld. Hier gaat Samir Dat op weg naar die corner. Weer gretig gegeven door Deo. Zet de man in een vol stadion neer. En hij bepaalt de show. Maar goed, het is 5-0.
Dus echt klagen zullen ze er niet over doen. De variant uitgespeeld, alleen begreep niemand hem. JAZ verontschuldigt zich omdat hij wat wild uitsloeg. Veen zit inmiddels op de bank. Kumar, Profar is weg. Maar weer te ver voor zich uit. Aldrin. En Delmee. Brinkman. Geres met dat typerende loopje waarbij dat bovenlichaam zo mee beweegt. Buma. In een stik van Kumar, van Devinder Kumar gepusht. Maar nog steeds in balbezit. Jaap Derk Buma gaat volgend jaar voor het Bloemendaal spelen. Na jarenlang KZ. Zoon van een international die daar vandaan komt. Van Wijk en de tip in. Via de helm van Ponapa. Over. Scherp tot het einde. Jeroen Delmee. Want anders is Falavan in 1 tegen 1 tegen Looijen komen te staan. Die weinig plezier heeft overigens van zijn invalbeurt. ...5-0. Daar had niemand van het Nederlands elftal vooraf over durven dromen, denk ik. Als India komt, krijgen we kansen. Als India komt, kunnen we aanvallen, zei Roeland Oldmans vooraf. India kwam ook heel even. India deed fel van zich af in het begin, maar benutte de kansen niet. En ging daarna op het slagblok. Kumar. Rias. Allemaal nu spelend voor zichzelf. Misschien dat ze dan morgen in de Indiase pers met een goaltje iets minder ervan langs krijgen. Want reken dat de aanwezige journalisten hier straks de machines laten ratelen. Klein Gebbink. Vrije slag nog voor het Nederlands elftal. Brinkman. Van Pelt. Van der Weijden. En ook de Duitsers, de volgende tegenstander, zullen met enig ontzag van deze uitslag kennis nemen. Van Wijk, weer een goede beweging. Remco van Wijk. Wat doet hij dat toch knap? Nee. Oh, dat was hem geweest, zeg. Daar haalt hij het toch allemaal vandaan. Als een slangenmens door de Indiase verdediging. Het lopje mocht er zijn. Op de lijn werd al even gejuicht. Falavan. Rias. Goeie paas. Looijen nog. Nee, het is hem niet gegund, de reservekeeper. Om met één redding te laten zien dat hij het ook kan. Yeah.
Barkie. Rias. Achterlangs gespeeld. Los is de maximale bijdrage van Looijen opnieuw. De Nooijer. 40 seconden nog. Als Van Wijk de bal heeft. Van Pelt. En Van Wijk. 30 seconden resten voor misschien de zesde goal. Nee. Dan had die paas richting de kop van de cirkel, richting deze Buma, zuiver moeten zijn. Maar 5-0 is een uitslag die er zijn mag. Is een uitslag die staat. Is een uitslag die na een stroeve start gisteren de ploeg vertrouwen zal schenken. Het Nederlands elftal heeft overtuigend gewonnen van India. Heeft zich klaargetoond voor het duel van zondag tegen Duitsland. En zal geen rare dingen meer moeten doen. En dan kan het eigenlijk de halve finale al niet meer mislopen. Want de afstand tot de andere gevaarlijkste tegenstander, India, is inmiddels 6 punten. Zie de blijdschap, zie het vertrouwen. Oranje is daadwerkelijk aan het wereldkampioenschap in Utrecht begonnen. En tot zover het hockeyfeest uit Utrecht. Voor reacties na afloop die ongetwijfeld positief zullen zijn, verwijs ik u naar het eerstvolgende Sportjournaal. Dat is er om 21:15 op Nederland 3. En pijn voor Tariq. En dan kreeg die bal in zijn buik. Wyatt dus oog in oog met Alain. Pijloos raakt het dus. Maar misschien raakt hij die bal wel twee keer bij die strafbal. Dat kunnen we hier nog een keer zien. Hij sleept hem in ieder geval lang, maar hij verlaat zijn stick niet en dan mag het. Als die bal even loskomt, mag het niet. Harde ingreep van Garcia, maar wel correct. En daar zijn de Engelsen weer. Te scherp was die voor Pearn. Shabazz levert in. Daarom de uitbraak van de Engelsen via Sharp. Op de stick getikt door Alain. Hij komt er goed omheen. Komt hier 5-5 aan. Het zou wat zijn. Alain in eerste instantie. Hij is nog niet weg. Hij gaat omhoog. Het wordt een corner. Wat geven die Pakistani dat toch af en toe makkelijk weg? 4-2 was de voorsprong, 5-3 was de voorsprong. Nu met een kleine 12 minuten te spelen kan het nog 5-5 worden ook. Giles met de push. Redding van Alain in tweede instantie gaat hij erin. 5 tegen 5. Ongelooflijk. Hier nog een keer die corner. De redding van Alain in eerste instantie. Maar daar is hij kansloos. Lee dreigt. Blijft in balbezit. Dan wordt er correct uitverdedigd. Zaman met Shabazz. Het zal nu toch van hun moeten komen. Shabazz weet dat. Rahim Khan was meegegaan. En glijdt uit. Voorwet. Constateerde een overtreding. Daarom blijft de bal voor de verandering nu is aan de kant van Engeland. Zaman met de vrije slag. Shabazz is links van hem, maar in de dekking. Zo! Prachtig uitgespeeld weer. Het is Rahim Khan met de tip in. Twee man staan daar te kijken hoe hij helemaal vrij is. Woods.
En weer een vrije slag voor Engeland. De druk op de goal van Alam. Pidcock kijkt eens om zich heen. Bal wordt de cirkel ingesleept. Thompson teruggelegd. En Garcia verliest hem. Nu maar eens even weg. Shabazz. Met het vuur in zijn schoenen steekt hij zo de cirkel binnen. Schitterend uitgespeeld. 7-5. Ashraf maakt hem op aangeven van de meester zelf. Prachtige goal. Voor het eerst dus tijdens een wereldkampioenschap wint de viervoudig wereldkampioen van Engeland. Dan gaan we nog even kijken naar de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden in Pool B. Op kaart dus. Pakistan, Engeland. Nederland en vervolgens van Engeland. De zege op de Engelse vrouwen was zwaar bevochten. Vandaag ging het tegen Zuid-Korea. Als ook die wedstrijd gewonnen wordt, dan begint het er echt goed uit te zien voor de Oranje Vrouwen. Hans Brian zag de wedstrijd. Hier is zijn verslag. Dat is de laatste man. Seyongo. Kansje dan voor O. Ja, dan moet Tau dus voor het eerst in actie komen. Dat is een beetje het gevaarlijke van die Koreaanse ploeg. Het lijkt allemaal heel voorzichtig, maar dan als sluipmoordenaars ineens bij de cirkel en dan hard inslaan. Onder andere door deze mevrouw Kim. Wat gezapig begin van beide kanten. Maar dat is natuurlijk vaak inherent aan twee hockeyende ploegen. Wow. En Park. Zo, dat scheelde heel weinig. De voorzet was van Park. En het A-inschuiven was van Kim. Donners. Komt tot een hele acceptabele dubbeldammer van de wielen. En dan is het weer een Nederlands been. Jammer, dat was de beste kans, zowel voor deze dame Ella Dubbeldam als voor Suzanne van der Wielen. Smaros. Wat een kieft. En we krijgen hem. De strafcorner waren er tot nu toe voor Nederland 14 stuks en daar werd 30% uitgescoord. En dat is internationaal gezien helemaal niet zo slecht. 4 doelpunten tot nu toe uit strafcorner situaties. Wat wordt het? De sleep van Agnete Boomgaard of hart van Dilian van der Boomgaard? Het wordt het laatste. Dan was er even een kans op een rebound en bij het uitverdedigen van Kim een overtreding. En dus mag Nederland nog een keer. En dan is het wellicht tijd om eens iets anders te proberen. Met nummer 5 daar naast het doel. Dat was de zondebok. Tijd is goed. Teven goed. En weer rechtdoor. Maar naast het doel. Via de stick van een van de verdedigsters. Echt van de lijn gehaald. En weer is het raak. Derde strafcorner. De druk is groot. En misschien zou dit de bevrijdende treffer kunnen worden. Ga je dan weer rechtdoor? Of zoek je iets anders? Dit wordt de sleeppush. Nee, het wordt afspelen op Dilian van der Boogaard. En dat zou moeten zijn. Maar het is hem niet. Dat loeren via die tip in. En dat is de strafcorner voor Korea. Chong. Jong Kim schuift aan. En Wo is een van de mogelijkheden om in te slaan. Dat deed zij op dit toernooi al verschillende keren. En nu met de sleeppush. Goede redding, Tau. En dan nog een keer. En dan gaat de bal naast het doel. Maar Tau stond weer op de goede plek. Nogmaals die actie. Wo op de klomp. En dan de inzet. Die naast gaat, maar we krijgen opnieuw een corner
voor Korea. En dat is natuurlijk het gevaarlijke spel van Tau. Die weer de bal op de klomp krijgt. En die daar gewoon ontzettend lekker in de wedstrijd aan het groeien is. Korea is er nu echt even uitgekomen. Dat misschien biedt mogelijkheden voor de counter van Nederland. Maar dan moet je dus niet te veel van dit soort acties hebben. Park. Maar dat was te moeilijk voor Bora Jo. Mijntje Donners in de cirkel met een blessure. En maar hopen dat het niet ernstig is. Nou, ze kan de vingers bewegen. Dus hopelijk is dit met ijs te verhelpen. Van de Kief dus op de rechtervleugel nu. Op de plek van Mijntje Donners. Van de Wielen. Vindt Van de Kief met een prima paas. Leeuwin, dat zou hem kunnen zijn. Draait goed de cirkel in. Daar is de kans voor Van de Wielen. En ook nog een keer voor Tenen. En dan is het raak. Fleur van de Kieft maakt 1-0. Wat een heerlijke wissel is dat voor Fleur van de Kieft. Ze kwam erin door de blessure van Mijntje Donners. En eindelijk is daar dan even druk. En dan is het ook raak. Daar begon het allemaal. Van de Kieft en Leeuwin. Leeuwin die een mooie actie maakt. Kan hem net de bal raken. Van de Wielen niet. Margje Thewe even. En dan via Park bij Van de Kieft. Die niet aarzelt. En 1-0 laat noteren. Nou, nu is de band misschien gebroken en krijgen we nog een paar mooie minuten. Thewe in eerste instantie en dan Van de Kieft in het lege doel. 1-0 voor Nederland. Finished in Southampton. Ze zijn klaar. Ze zijn zevende geworden in die negende en laatste etappe. Goed, Nederland-Duitsland. Dat zou zomaar een finale kunnen zijn tussen twee hockeykrakers van de landen. Goede landen. Voor het duel sprak collega Annette van Tricht met bondscoach Roeland Oltmans. En ze vroeg hem, wat gaat het worden? Ja, dat kan je nooit zeggen als je dat bij Nederland-Duitsland van tevoren zou weten. Ze zijn mooi, maar het is absoluut niet zo. Twee ploegen die... De Duitse namen 1,
wissel daar ten opzichte van de vorige wedstrijd. De gebroeders Aymar staan nu samen in de basis. Christophe Pechman, de speler die bij Venlo speelde, begint op de bank met de nadruk op begint. Want ook hij zal zeker spelen. Daar ziet u hem staan met nummer 12. En onderin de coach Paul Lisek, de rekenmeester van het Duitse hockey. Ze genieten met volle teugen overigens, de Duitsers, van dit toernooi. Ze vinden de omstandigheden fantastisch. Ze vinden het mooi dat het zo vol is. Dat kennen ze in Duitsland niet. Anton Gesink. In zijn Utrecht wordt dit WK gespeeld. En ook de staatssecretaris is weer aanwezig. Erika Terpstra heeft nog geen wedstrijd gemist van de Oranje Hockeyers. De bank met Otmans die zijn laatste notities doorneemt. En hier spreken ze elkaar nog even moed in. Bloemk, de man met de band, de Duitse aanvoerder. Vroeger midden-midden, speelde tientallen keren tegen Mark Delissen. Tegenwoordig is hij evenals Delissen, met respect uitgesproken, aan het einde van zijn carrière in het centrum van de aanval terechtgekomen. Omdat hij zo goed balbezit speelt. Hij schudt de hand van Teun de Nooijer, dat zal niet voor het laatst zijn. Want na dit toernooi vertrekt Teun de Nooijer naar Duitsland. Om daar in de zomermaanden mee te doen aan de competitie bij Harveste Hoeder. De ploeg van Christian Bloemk. De Nooijer zal overigens dan in september gewoon weer terug zijn om bij Bloemendaal aan de Nederlandse competitie te beginnen. Een drukke zomer, maar financieel wordt de Nooijer er niet slechter van. Nog nooit waren de Duitsers wereldkampioen. Wel Olympisch kampioen in 92. Martin Aymar, de linksachter. En Tewes, de man van de lange klappen. Die de kale Carsten Fischer doet vergeten. Loepzuivere lange passes geeft hij. Aymar mag inslaan. Bloemk werd niet bereikt omdat Van Pelt ertussen zat. Tewes en weer Aymar. Reinhold en goed afgeplakt door Van der Weijden. Wel mee, Domke kwam ertussen. Dat is Paul Lisek, de man met de pet. Brinkman neemt de vrije slag. In de diepte, maar de zijlijn was niet bezet. Van Dijk zit ertussen als Tewes zomaar inlevert. Van Dijk en de Nooijer over de achterlijn gespeeld. Geen strafcorner, want het gebeurde niet opzettelijk. Maar een opsteker zo aan het begin, na anderhalve minuut. Van Dijk met de lange corner. Tewes geeft een nieuwe weg. En dus mag hij nog een keer die bal de cirkel in rammen. Nu via de stick van Brinkman. En dus mag Duitsland uitslaan. Aymar. Reinhold kwam te laat naar de buitenkant. Over de zijlijn. Jeroen Delmee. Bloemk. Schermt de bal goed af. Van der Weijden bleef opletten met Domke in zijn rug. Jazet op Klein Gebbink. Van Pelt.
Een hoge bal in de richting van Tewes. Daar is een lange bal. Domke. In balbezit. Jeroen Delmee moet een overtreding maken. Snel genomen naar Reinhold. Van der Weijden, Bloemk mist de backhand. Rustig uitverdedigd door JAZ via Veen. Van Meer. Snelheid maken nu. Met de Nooier. Die kijkt al in de cirkel. Waar is iemand? Van Dijk wees naar achter. Daar kwam Veen. Green ontfutselt hem de bal. Er ging geen overtreding. En daar weer Olivier Domke. Samen met Veen is hij topscorer tot nu toe met 4 doelpunten. Levensgevaarlijk is hij. Van Meer. Einer liggend. Correct verdedigd. Brinkman, Van Meer in de dekking aangespeeld. Van zijn stick geslagen, Veen mag inslaan. Brinkman moet ook 5 meter afstand. En wordt geduwd door Bloemk. De Nooier. Van Pelt. En Van Wijk aan de buitenkant. Krone plukt de bal van zijn stick. De corner van Van Wijk. Te scherp. Meijerheuvel. Michler en Van der Weijden. Goed voor Domke gekomen. Veen met Green. Balbezit voor Heimer. Lastige bal voor Tewes. De Nooier gaat even storend werk verrichten. Mooi aangenomen door Bloemk. Zo'n lange klap van die Tewes. Meinold en Delmee. Stekend naar die bal. Goed gedaan. Michler. Green. Buitenom Domke. Van der Weijden moet voorzichtig zijn, anders geeft hij corner weg. Hij kreeg hem nog voor. Uitslaan. Zegt Horgan. Speelde prikje van Olivier Domke. JAZ van der Weijden en de Nooier in zijn rol als centrumspits of spelverdeler. Brinkman opgejaagd door Meijerheuvel. Domke ontfutselt de bal. Reinhold. Bloemk stak door naar Van Pelt. Zijn push uitgelopen door Meijerheuvel. Die zat er bovenop. Domke binnendoor bij Delmee. Hij is handig. Die zal hem misschien vertellen, die keeper van jullie, die schreeuwt nogal in mijn oren. Dat heb ik liever niet. Nou, en dan zal Veen hem al uitgelegd hebben, joh, zo is die. Hij bedoelt het niet zo rot. Maar Horgan gaat toch nog maar even naar Jansen toe. Het is ook een spelletje natuurlijk.
om het ritme uit die corner te halen. Green met de stop, Tevens met het schot, raak, maar te hoog. Verliep. Gebracht daar, Björn Michel. Eén keer gevarieerd, hij gaat er gelijk in. Tycho Vermeer, de aangever die naar binnen kwam. Kijk, Lohmans naar rechts. Van Wijk schiet. En enigszins gelukkig komt hij bij Van Meer. De Nooier kon hem niet raken, Van Meer wel. 1-0 dus. In de 25e minuut. Ze zien het anders, maar die hebben geen fluit. Wel mee, simpel opgelost. Wijnald. Van der Weijden is met hem mee. Bloemk. Knap. Liggend. Die bal controleren en... Terwijl die nog gleed alweer opstaan. Van Wijk. Langs Bellenbaum. Niet langs Kroonen. De Nooier was erbij voor de assistentie. Snel genomen. Hier is Van Wijk. Geen overtreding meer, zegt Ruiz. Oldmans. Omdat zijn aanvallers telkens vast worden gehouden op het moment dat ze uit de dekking lopen. En daardoor steeds iets te kort komen als ze een paas in de ruimte willen aannemen. Bijna Van Wijk. Van Pelt. En Veen. Bloem. Hinderlijk in de weg, geen afhouden. Tevens. Terwijl de klok terugtikt naar 35 minuten. Nog één keer de lange bal. Maar die heeft geen zin. Voorlopig is het bij de rust 1-1. En kwamen de profetische woorden van de bondscoach uit. Het wordt niet zo spectaculair. Maar het wordt wel spannend. Hij gaat nog een keer naar die tafel. In discussie over die overtredingen. Woedend is hij. Hij wordt toegesproken door het hoofd van de jury, Vijay Nathan, de Maleisiër. Er wordt 12
number of players. I know, but why don't you do anything? I can't jump out of the plane. Er waren 12 spelers, zegt Holtmans. Waarom doe je niks? Don't get excited, you're right. I can't jump out of the plane. Don't get excited, zegt die manager nu. Vindt hij niet zo? Holy stick, get up, all right? Maar het is een spel van 2x11. Hij lijkt de excuses met enige kiespijn te accepteren. Ook de jongens in het oranje terug op het veld. Geen cameraatjes overigens in de bal. Op de tribune ziet het niet alleen oranje, maar ook een beetje paars. Links minister Dijkstal. U zag eerder ook al staatssecretaris Terpstra. En volle tribunes waar ook nog plek is voor de grootheden van weleer. Ties Kruijzen. En voor het eerst is het stadion echt vol. Maar ook Freek de Jonge heeft nog een stoel bemachtigd. Terwijl je zou zeggen dat hockey toch een typische van het heksport is. Wijk met de lange corner. Hoog roepen de Duitsers. Morgan hoort het niet. Van der Weijden. De Nooier. Michler in zijn rug. En Van Meer. Jansen is iemand die graag zijn gesprekken netjes afrondt. Toen onderbrak zijn weg naar de goal nog even. Nu is hij daar. Nu loopt hij als eerste weer uit de goal. Hij speelt hoog spel. Michel afschuif op de voeten van Klein Gerding. Nog een keer de corner. Tevens nu met het schot doelpunt. 2-1. Kijk, ze blij zijn en terecht. Want doelpunten zijn schaars tussen Nederland en Duitsland. Een rechtstreekse corner via de lijnstopper Delmee. Simpel. Over zo'n uitgestoken stick. Klein Gerbink, Gerus steekt over. Weer geen overtreding gegeven. Bellenbaum komt er knap uit. Van Pelt was het slot op de deur.
Lomans pusht hard maar door het midden. Daarom hoeft Rijts, die juichend die bal overstompt, alleen maar zijn hand te bewegen. Green loopt in de diepte, wordt niet bereikt. Van der Weide, Brinkman, krijgt een hak. Hij gaat door. Delmee heeft ruimte. Kan inschuiven. Via Green wordt het een lange corner. Die gaat Van Meer nu slaan omdat Van Wijk op de bank zit. Veen. Veen de cirkel in. Op de strafbastip waren mensen, maar dan moet je hem niet hoog geven. Want dan is het gevaarlijk. Dan zegt Veen, dat doe ik niet. Hij gaat via een stick. Groen voor Veen, omdat hij protesteert. Het is een baasje hoor, die Jansen. Die bal was gewoon vrij, zei hij. Maar die glimlach naar Beckman zei veel. Nog een keer de corner, nu de sleepoef van Michel, 3-1. Terug op de Nooyen. Paas niet zuiver. Het is mutvol achterin bij die Duitsers die zich natuurlijk massaal terugtrekken voor het eigen doel. Die een 3-1 voorsprong koesteren. Goeie ingreep van der Weide. Waldhauser brengt de bal bij Reinhold. Waarmee prijzen werden gewonnen. Het wapen dat bij het WK in eigen land op één variant na nog niet optimaal functioneert. Lomans maakt zich warm. Hij zit maar op die koude bank en komt voor dit soort momenten het veld in. De stop van Van Pelt, weer Lomans naast. Dicht bij Duitsland. De variant via de Neuer. Die de bal niet helemaal lekker raakt. Het is een gevoelige les. Na een glanzende start in dit toernooi. Het zet iedereen weer met beide benen. Geres misschien dan nog in de slotfase, maar er sluit al eigenlijk niemand meer bij. En Geres houdt ook nog eens af. En dus hoeft het niet meer. En is de eerste nederlaag een keihard feit geworden. Eentje die in 4-1 wordt uitgedrukt. Eentje die pijn doet. De alarmklokken hoeven niet te luiden.
Integendeel. Maar er zal nu geconcentreerd gespeeld moeten worden. Hier wordt er namelijk nog een strafbal gegeven. Bloem werd op zijn stick geslagen. En dan wordt het ook nog waarschijnlijk 5-1 in de slotfase. Of handhaaft Jansen zijn vorm? Ja, hij pakt Bloem. Op die strafbal is weinig meer af te dingen. Die is ook niet meer beslissend. Die drukt alleen maar, misschien in cijfers, de nederlaag nog wat pijnlijker uit. Jansen neemt daar altijd rustig de tijd voor. Bechman is de man die hem mag gaan nemen. Hij speelde amper, maar is een specialist. Bechman tegenover Jansen, 5-1. Dat is dus de nederlaag compleet. Loepzuiver ingepoest door Bechman. Het Nederlands elftal heeft 2 dagen de tijd om zich weer op te laden. Om zich hier overheen te zetten om straks tegen Korea en Nieuw-Zeeland de schade te herstellen. En zo alsnog... ...de cirkel binnenkomt. Goed begin van het Nederlands elftal, Teun de Nooyer. En de eerste corner. De Nooyer had de bal helemaal alleen op zijn stick. En had het misschien wel af moeten maken. De voorbereiding van Tigo van Meer is uitstekend. En daar de kans voor de Nooyer. Die niet tot een schot komt. Maar sinds die wedstrijd tegen Korea was Lomans niet te houden. Hier kan hij niks mee. Van Meer geeft verkeerd aan. Schot van de Nooyer. De redding van Andersen. En Rijden. En Vink. Van Wijk. Is los. Van Wijk kan schieten. De redding van Robinson. Sterke start van het Nederlands elftal. En Van Pelt verslikt zich. Perek draait goed weg. Vindt Bevan Harry. Zijn diepe bal komt op de stick van Delmee. Voor de goal was Jamie Smith. Gosling, Darren Smith met Van der Weijden. Darren Smith. Downs. En in één keer Perek voor Jansen bij de deur. Jansen houdt het dicht. Downs mag ver komen. Hier de vrije slag nemen. Daar is het. Ja. 1-1. Radovanić. Onhoudbaar voor Jansen. Die Town schogelde wat in de hoek. Die kreeg deze vrije slag. Die valt in één keer voor Radovanić. En zelfs Jansen kan hier niets aan doen. Knap ingeschoten trouwens. Timlin voor Nieuw-Zeeland. Het stond helemaal dicht. Daarom nu Brinkman. Meegegeven aan Van Wijk. Die krijgt een gooi. En een strafcorner. Daar. De stick van die inglijdende speler komt vol op zijn voet. De schade is beperkt. Nummer 4 voor Lomans. De vorige 3 leverden weinig op.
vroeg gelopen. Lomansma, hij scoort. 2-1. En weer is er opluchting zichtbaar bij hem. De vierde goal van Bram Lomans. Is een belangrijke, want het is weer 2-1 tegen Nieuw-Zeeland. Van Pelt. Goeie paas van Dalmee op Veen. Veen is in de cirkel. Veen is lastig voor Nieuw-Zeeland. Hij krijgt de vijfde corner. Even dat lachje bij Stefan Veen. Hier een gooi krijgt van Darren. Morgan bijna meesleept. De vijfde corner dus. Nu doet Lomans weer direct. Weer raak. 3-1. En voor zijn zelfvertrouwen is dit allemaal weer goed. En als hij zelfvertrouwen heeft, moet het elftal dat ook krijgen. Dan kunnen ze weer op de corner spelen. Dan kunnen ze vertrouwen op die lange van HGC die hier zijn vijfde doelpunt maakt. Nooier, goede paas, Geerders. En weer op een voet, weer een strafcorner. Stop van Pelt, Lomans op de paal. De rugbydans van de All Blacks. Moet Nieuw-Zeeland nog een keer in vuur en vlam steken. Daarmee wordt het lastig gemaakt. Hier Harry Jansen op tijd uit de goal. Slordig begin van het Nederlands elftal van de tweede helft. Veld terug bij Van Wijk. Van Meer. En De Nooyer, 4-1. Het publiek krijgt dus wat het wil. Ze hadden allemaal al kaarten gekocht en dachten dat dit een beslissende wedstrijd zou zijn. Maar het was allemaal wel beslist. En dus hoopten ze op een show van het Nederlands elftal. De Nooyer maakt in ieder geval de vierde. Krijgebink richting Van Wijk. Towns grijpt in. De Nooyer. Van Meer. En Veen. De Nooyer. Naar de buitenkant met Van Meer. Veen is alweer heel ver gekomen. Overtreding opzettelijk met de voeten binnen de 23 meterlijn. Een strafcorner. Corner nummer 10. Lomans heeft er twee gemaakt. Er zijn amper variaties gespeeld, dus wordt het tijd om te variëren. Daar De Nooyer. Maar hij lukt niet. In tweede instantie Van Wijk voorlangs. Delmee en De Nooyer. De weg naar de goal is vrij. Door De Nooyer, schitterende paas. Maar Puma maakt er geen goal van. Van Pelt en De Nooyer weer. Die heeft er nog wel zin in. Met Klein Gebbink. De Nooyer is doorgelopen voor de goal voor langs. Hasty. En Radovanić nog een keer. Een paas die nergens toe lijkt. Delmee is het kwijt. 4-2. De doelpuntenmaker is Heini Gill.
Dit is slordig balverlies van Jeroen Delmee. Die tracht die bal uit de eigen defensie te lopen. Genadeloos afgestraft door Jill. Betrokken geweest bij het verdere spel. Dus ja, goed gevoel. Maar het toernooi voor jou is dat nu toch vrij moeizaam gegaan, hè? Ja, ik denk dat als team nu beginnen we nu lekker te draaien. En dan zie je meteen dat alle spelers gewoon lekker beginnen te hockeyen. Ik heb het over jou. Ja, maar dat daar antwoord ik ook op. Het gevoel dat jullie dus al naar het ziekenhuis of naar je woning? Nou, het zijn wel twee onvergelijkbare grootheden, vind ik. Want iets met sport meemaken zoals gisteravond is fantastisch, omdat het iets unieks is. Maar ja, ik denk dat ik niks te veel zeg, dat iedereen weet die vader of moeder is. Geboorte van een kind nog een paar etages hoger ligt. En zo heb ik het ook wel beleefd. Je langste dag werd je mooiste dag, hè? Ja, het is ook de manier hoe het allemaal uit. In de pool hebben ze relatief toch eigenlijk makkelijke wedstrijden gehad met de kabalen. En dan hebben ze eigenlijk probleemloos halve finale gehaald. Nu gaat dat echt om spannen. En ja, dan kan je altijd een beetje. Keihard om de knikkers vechten nu. U heeft misschien Roeland Oltmans vooraf ook al gehoord over de opstelling. Leo Klein-Gebbink is er vanwege familieomstandigheden niet bij. Dat leidde tot omzettingen. De Nooier zal nu links op het middenveld spelen. En Remco van Wijk, die niet op deze kaart staat, zal in het centrum van de aanval starten. En dus niet zoals hier op de bank. Geres zit op de bank. En Buma zal op de rechtervleugel spelen. En Van Meer aan de andere kant. Hier werden ze wereldkampioen in 1986. Ongetwijfeld zullen die Australiërs in de kleedkamer nog even hebben gerefereerd aan die halve finale 4 jaar geleden, toen hun toernooi in Sydney werd verstoord. En alleen al daarom zouden ze waarschijnlijk vandaag graag revanche willen nemen om dit Oranje Stadion tot zwijgen te brengen. De scheidsrechters zijn de heren Ruiz uit Argentinië. En de heer, dat is Ruiz. En de heer Deo uit Spanje. Die ook floot toen het Nederlands elftal tegen India speelde met 5-0 won. De afslag is voor Australië met Steven Davis en Wandsborough. Van Wijk is onmiddellijk lastig, maar heeft een overtreding gemaakt. Hoorde het fluitsignaal niet. En wordt opgevangen door York. Maar zo te zien overleeft hij dat. Maar dergelijke fysieke duels zullen er meer zijn. En daarom is het misschien wel goed dat Van Wijk daarvoor in staat. Nooyo speelt dus links midden. Dat is de positie die hij ook bij zijn club Bloemendaal in de competitie bekleedt. En waar hij altijd grote indruk maakt. JZ met Delmee. En daar voor de eerste keer de Nooyo. Onmogelijke bal. Ook voor hem. Lanceert in één keer Van Wijk. En Van Meer is mee. Die krijgt een tik op de stick. Deo wil er niet aan.
Een goede opening dus. Daar Van Wijk, goed gepaast op Van Meer. Die inderdaad een zetje krijgt van Jason Duff. Van der Weijden en Van Wijk weer. Nu al heel actief tegenover York. De druk is duidelijk in de verdediging van Australië. Het publiek zag opnieuw een strafcorner. Maar Deo zal zuinig zijn. Lange corner via Van Wijk. Opnieuw over de achterlijn. En weer Van Wijk met de lange corner. Nu kwam hij voor de goal. Deo vond hem te hoog. Lewis. En Buma met de voeten. Voor hem dus ook, voor Buma ineens een basisplaats. Nu Klein Gebbink is weggevallen. De Nooijer vanuit de tweede lijn spelend. En Van Meer. Voorgegeven Veen rakelings naast. Een goed begin is het halve werk. Maar geldt dat wel tegen Australië? Stacey laat hem van de stick springen. Overname via Davies met Sproul. Delmee, Van der Weijden en Yazet als derde. Slim de stick van Sproul gebruikt. Zo mag Yazet zelf uitslaan. Doet dat op Van Pelt. Geen goede bal van Wouter van Pelt. Dus mag Australië opzetten. Er is sinds de komst van Terry Walsh wat rust gekomen in de opbouw van Australië. Lewis, mooie beweging. Hij speelde lang bij HGC met Stefan Veen hier in balbezit. Vanmiddag staan ze tegenover elkaar. Doyne. In de hoek was Brennan. Ook die controleert niet. Van Pelt komt er goed uit. Levert in bij De Doyne, de tweede man. De Nooijer. Teruggefloten. Omdat er geen afstand was. Ja, zegt De Nooijer met Van Pelt. Dan is het toch voordeel. Als zij geen afstand houden. De vrije slag is opnieuw genomen. Achterin breed gespeeld door Yazet en Van der Weijden. En Delmee. Brinkman, Buma. Behoudt de bal. Dat doet hij knap. Voorzet van Buma en de tip in. Het is 1-0. Tycho van Meer. De verrassing is compleet. Ook in de Australische defensie. Want er stonden plotseling nieuwe mensen. Van Meer komt van links. Deze Buma van rechts. En die twee spelen een sleutelrol bij de eerste goal. Uitstekende goal trouwens van Tycho van Meer. In de korte hoek achter Di Letti. Wandsborough met de vrije slag voor Australië. Stacey, meteen met diepgang. Zijn voorzet is niet goed. Dat moet een morele opsteker zijn. Als je in een nieuwe formatie moet spelen, je direct 5 minuten druk kunt afleveren en onmiddellijk kan scoren. Hier weer Van Meer. Met Duff van de rugdekking van York.
En goed scorend werk van Tycho van Meer. Van Dijk met de vrije slag. Buma niet bereikt. Verdooyen en Daf verdedigen uit. Het staat potdicht. Van Pelt goed mee opgeschoven. Veen is de bal kwijt aan Lewis. Vrije slag via Delmee met Brinkman. Buma weer. Goeie paas richting de achterlijn op Veen. Knap balbezit gehouden. Stefan Veen de eerste corner. Een bliksemstart. Prachtige actie natuurlijk van Stefan Veen. Slim de voet van York gezocht. Zij wachten op de man met nummer 2 op Bram Lomans. En met nummer 9 Piet Hein Gerens voor de afschuifvarianten. Van Meer is de aangever. De stop van Van Pelt, Lomans, de redding van Dileddy. Geen al te beste sleeppush van Bram Lomans. Maar het gevaar nog niet geweken. Gerens, nu maakt hij een overtreding. Australië kan eruit. Maar het is alweer onderbroken door Van Pelt en de Nooier in balbezit. Daar Van Wijk een inschietvrijheid uitslaan voor Australië. Van Wijk claimt iets anders. Delmee. Brinkman. Veen. En goed de overname van Stefan Veen. Choppy zat ertussen met Wandsborough. De verlegging via Stacey. Brinkman jaagt op Stacey en maakt een overtreding. York. En misverstand met Sproul. Zet. Van Pelt. Die passes achterin zijn nu veel directer doordat Delmee er niet meer tussen zit. Dat was een van de zaken die misging tegen Duitsland. Toen die opbouw achterin te lang duurde en die Duitsers telkens de hoeken vol zetten. Wandsborough. Brinkman. Van Wijk. Hij slag voor Wandsborough. Verkeerde plek genomen. Dat zal Australië vaker gebeuren. Omdat de regels in de eigen competitie soepeler zijn met die vrije ballen. Zij mogen ze eigenlijk, als er geen al te direct voordeel wordt gehaald, over het hele veld nemen. De Nooier weg. En Van Meer mist. Wilden hem aan de buitenkant hebben. Doyne vol onder druk gezet. Dus moet er aan. Jansen, Jansen klinkt het van de tribunes. En voor hem zal er ook een sleutelrol zijn. Schot Stacey 1-1. Zijn 12e doelpunt. Valt op een goed moment voor Australië, want zo vaak waren ze nog niet in de cirkel geweest. En dan is het lekker als hij rechtstreeks raakt.
Hij op de kop van de cirkel. En daar komt de corner met Bram Lomans over. Twee keer geprobeerd te leggen. Hier is de derde. Nu is er die Letten. Goede redding van de Australische keeper. Lange corner met Van Wijk. Achterom gespeeld via Van Pelt. Voor de tip-in was Veen. Die kwam er niet aan. Voorzet Geres in één keer. Is Lomans weer lage variant gespeeld. Dichtgelopen. Ze hadden het in de gaten. Van Meer kwam er niet aan. Hij vergat het voordeel. Excuseerde zich overigens. Jazet. Zo'n 30 seconden nog op de klok. Veen door Lewis. Even dat schouderduwtje nog van Lewis daarna. En rustig tikt het Nederlands elftal de eerste helft uit. Al begonnen. Maar ja, vroeger had je wel eens een variant, maar de basiscorner was toch aangeven stoppen en schieten. Ook natuurlijk omdat dat best redelijk ging. Zeer verrast, waarschijnlijk ook door de opstelling. Delmee is heel ver naar voren doorgelopen. Brinkman komt hem halen. Van Pelt met De Nooyer. Stacy slaat op zijn stick. De Nooyer blijft in balbezit via de voeten van Stacy altijd nog. Weer De Nooyer. En geen overtreding van Wandsborough. Die daar toch zijn lichaam gebruikt. Brennan. Met Van Pelt. Wandsborough terug naar Brennan. Delmee kijkt naar de bal. Jazet half geraakt en duwen van Davies. Heeft dan de hoge bal weg. Stacy mag inslaan. Doet dat kort. En krijgt hem niet terug. Hij heeft geluisterd en koos nu de andere kant. Kijk hem blij zijn met zijn zesde doelpunt in het toernooi. Nu inderdaad aan de handkant.
En daar is Duff kansloos, daar is Diletti kansloos. Opnieuw een vroege goal. Al wel iets. Want die vorige ging er dus in. En dan ben je op de lijn toch net iets nerveuzer. Van Pelt stopt, daar is Lohmans over. Aan die kant. En dus klopten de analyses. Want de eerste helft waren ze allemaal aan de andere kant. Hij kan het dus toch. Hij kan het nog steeds. Dit is een... Even dat ritme verstoren. Hij speelt altijd hoog spel. Als je ziet in de cirkel. De stop en Stacy uitgelopen door Geres. Maar nog niet weg. Twijfel, Stacy, Jansen de benen bij elkaar. Het gevaar geweken. Daar nog een keer die corner. In eerste instantie prima ingreep van Delmee. En dan hier Jansen op tijd met het linkerbeen. En de vrije slag voor Australië, net buiten de cirkel. Snel genomen, Stacy, bal kwijt omdat Brinkman op lette. Veen is naast hem, Veen wordt niet bereikt. Holt zat er tussen Sproul en Brinkman. Zeker voor het onzeker door die bal over de zijlijn te slaan. Duwtje in de rug van Commons. Die blijft goed in balbezit. Van Pelt uiteindelijk. Maar toch de vrije slag voor Australië. Weggegeven door Wandsworth. Te snel genomen. Delmee. Minuten nog te gaan straks met een 3-1 voorsprong in de halve finale van het wereldkampioenschap. Commons. Duwe, vrije bal voor Australië via Holt. De Doyne komt er niet aan. Wel mee van de Weide. Commons met de vrije slag via Sproul. Duma is lastig voor Commons, maar die blijft in balbezit. Sproul met de vrije bal. Stacy was vrij. Heeft de Nooier bij zich, zoekt nu een voet, dacht hem gevonden te hebben. En hier dan Brennan over. Brennan zegt, die bal wordt aangeraakt, wij hebben toch een lange corner. De Nooier loopt met zo'n triomfantelijk lachje. Mijn naam is Haas. We zijn er niet, want hij geeft de bal aan Nederland. De Nooi. Duwen van de Nooi. Even uit balans. Stacy. Choppy weg voor de stick van AZ. Matthew Smith.
En daar zit Van Meer goed bij. Knap uitverdedigd, maar over de zijlijn geweest. Het is even knijpen in de defensie. Want Australië voert de druk op. Iedereen op de helft van Nederland. Brinkman, goede interceptie. Geres is rechts. Brinkman kan ook rechtdoor naar het doel. Links was juist niemand. Stacy. En Davies. Goeie bal van Davies op Sproul. Die zelf geen goede voortzetting heeft. Buma kwam ertussen. Choppie. York samen met Stacy. Die is wat verder naar achter komen te spelen. Van Meer op de voeten. Overname via Choppie, de vrije slag ook. Van Pelt. Tegenover twee Australiërs met Van Meer. Komt hij er niet uit, want Van Pelt gaf die bal hoog aan Van Meer. Stacy, Smith en Van Meer. Iedereen doet zijn werk goed. Van Meer verdedigt slordig uit alleen. Vrije slag Australië. Aan dek. En simpel door Veen. Dan heeft hij ook gelijk ruimte, want ze stonden allemaal aan de kant van Nederland. Brinkman nu. Holt is bij hem, Brinkman is langs hem. Maar komt er niet meer aan. Dus een corner. Want dit mag je in zo'n korte tijd niet weggeven. Weer aan die kant van de handschoen. Weer aan de kant van de lijnstopper. En zie de opluchting op de bank. De dames gingen de heren voor. De heren volgen gedwee. Punten gemaakt. 1 tegen Nederland. In deze halve finale. Jansen herhaalt het trucje van zojuist. Door weer even te vroeg weg te gaan. Concentreren, willen hebben. Duidelijke taal van de keeper. Die de ploeg overeind hield en op scherp zette door ongezouten kritiek te leveren. Toen het in de pool af en toe stroef verliep. Daar is Stacy weer, redding Jansen. Weer een finale dus van het wereldkampioenschap behaald. Voor de derde keer op rij. Misschien hier nog 6-2 ook met Van Meer. Terug bij Veen. Hij heeft hem verdiend. Maar wie niet? Van Wijk nog. Het hoeft niet. Ruiz floot al af. Van Wijk maakt zich druk. Maar waarom? Omdat hij graag die goal wilde. Maar bij zo'n corner tikt de tijd vrolijk verder. En 5-2 of 6-2 maakt misschien alleen maar wat uit voor de boeken. Hoewel het ook
bij de winnaar straks van de andere halve finale aan zal komen. Dat op het juiste tijd alles weer klopte bij het Nederlands elftal. Daar opnieuw de corner, te vroeg uitgelopen. Drie heeft Lomans er op zijn naam staan al in deze wedstrijd. Nog een keer Lomans, laag nu. Van Meer met de rebound, de Nooyer, 6-2. Kijk ze lachen, kijk ze hun plezier hebben. Er werd wel eens getwijfeld aan het elftal, omdat het zo moeizaam verliep. Maar op het juiste moment valt alles op de juiste plaats. Zelfs deze rebound en daar de Nooyer, de tip in, 6. Staat inmiddels keeper Ronald Jansen. Ronald, van harte gefeliciteerd. Dit is een walkover, hè? Die 2-3 uit de laatste drie wedstrijden, 8 goals, dus dat is fantastisch. Dankjewel, Roland. Ga lekker ook genieten. Dankjewel. In de finale tegen Spanje 2-2 geworden. Het werd echt spannend toen Nederland aan het eind van de...